Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op het Kankerkorps. Ja, vandaag spelen we Clash Royale. Laten we staan gelijk achter. En er is dus een nieuwe game mode. Het is niet normaal. Het ziet er zo ziek uit. Er is een nieuwe game mode. En als je denkt, huh, is er een nieuwe game mode? Ja, er is dus een nieuwe game mode. Je moet dat even kijken bij andere grote Engelse YouTubers. Denk aan Clash with Ash. Denk aan Orange Juice. Daar kan je dat zeker vinden. Of Nick and Knight volgens mij ook wel. Maar daar kan je dus vinden. Er was ook gisteren een toernooi op Clash Royale. Er was een stream over deze nieuwe game mode. En de game mode heet de Touchdown game mode. Of gewoon Touchdown heet het in ieder geval. En ik heb er geen beelden van. Of in ieder geval, ik mag die beelden sowieso niet gebruiken van andere YouTubers. Maar dat kan je dus gaan kijken. En ik ben wel op dit moment, nee, ik ben gewoon de grootste Clash Royale YouTuber soort van, zeg maar, die het elke dag doet van Nederland. Dus vind ik het wel belangrijk om dit aan jullie gewoon te gaan melden, zeg maar. Gewoon van, yo, dit is er. Helaas kan ik dus niet beelden laten zien, maar jullie kunnen dat gewoon gaan bekijken. Dus bij andere internationale YouTubers. En hoe gaat het dus in zijn werking? Je hebt dus een touchdown line, je moet dus troepen naar de overkant brengen. En als jouw troep de overkant bereikt, het is 2 tegen 2 trouwens. Als een troep jou de overkant bereikt, dan dan maak je een touchdown en dan heb je een crown. En als je 3 crowns hebt, heb je gewonnen. Of als de tijd op is en je gewoon de meeste crowns hebt, heb je ook gewonnen. En verder is er ook gewoon een sudden death en een dubbel elixir. En dat is er gewoon allemaal. En gewoon dan, ja, als je dan 1 crown... Je kan bijvoorbeeld, als ik 1 touchdown gemaakt heb met Stefan bijvoorbeeld. En de tegenstanders die hebben nog geen touchdown gemaakt en de tijd is over, hebben natuurlijk gewoon 1-0 gewonnen met 1 crown. Het ziet er heel ziek uit. Het is echt iets heel anders dan de normale game modes die wij nu hebben op Clash Royale. Dus ik vind het heel erg vet. Check het even. Zeker eventjes uit. Ik denk ook dat jullie heel erg blij ervan gaan worden. Maar wij gaan nu beginnen met Clash Royale mijn account. Helaas is de touchdown game mode er nog niet. Wij gaan gewoon eventjes Grand Challenge spelen. De reden daarvan is dat ik eventjes geen zin heb om online. Want ik haal nooit de 5200 meer. Dat haal ik niet meer. Al wel even kijken hoeveel mensen dat gehaald hebben. Ja, zie je ook echt ook maar. Het is nu door de 2 tegen 2. Dat push je gewoon lager. Push je gewoon niet zo hoog meer. Je ziet ook gewoon maar 5 mensen. Het is nu zondag voor mij dan dat ik dit opneem. 5 mensen hebben maar 5200 nog. Ik ga dat sowieso nu niet halen. Dus ik blijf lekker gewoon rustig staan op de 4900. Pak ik gewoon lekker die crown chest mee. En dan, of die crown chest, die draft chest mee van de 4900 leak. En dan gaan wij gewoon eventjes Grand Challenge spelen. Want we hebben genoeg gems daarvoor. En we gaan gewoon even met Logbait. Dat is toch mijn, backup deck. En ik heb natuurlijk ook die ballon deck. Maar daar heb ik laatst al een Grand Challenge video van gemaakt. Dus laten we nu gewoon eventjes rustig de Logbait gaan spelen. De ouderwetse, oude vertrouwde Logbait. Ik ga eventjes wachten. Want als ik mijn Knight nu weggooi, heb ik die helemaal niet meer. We gaan eventjes druk zetten. Zo. Gaan we even wachten tot zijn log of iets. En dan gaan we, ja, kijk, daar is zijn log. Dan moet ik eventjes wachten. Zo, dan gooi ik dit. Ice Spirit en Barrel. Zo, we zetten die druk hoog. En dan kan hij niet gebruiken dit op defense. En dan kunnen wij nu gewoon rustig komen met de Inferno Toren. Alhoewel die Iwis. Kom op. Oké, gelukkig. Ik vind het gewoon heel fijn dat die Iwis op de toren gericht is. Want als die niet op de toren gericht was, was dit een groot probleem geweest. We staan nu gewoon rustig voor. Die Pekka konden we gewoon rustig killen met de Inferno Toren. En we hebben wat damage gedaan, want hij mijn Goblin Gang logde. Dus dat is heel erg fijn natuurlijk. We staan wat voor. Maar we moeten natuurlijk wel even gaan oppassen. Eventjes denken. We gooien, Mega Knight ook nog eens. Oké, nou doen we even de Prinses in de back. Zo. Dit is zo'n, ik ken dit deck precies wel. Dan arrowt hij dit. Dat is ook vervelend, dat betekent natuurlijk dat hij arrows heeft. En log. En mijn knight plaats, bijna niet. En dit is nog meer een grote ramp. Hoe gaan we dit nou weer doen? Dit moeten we loggen. En als hij dit nu logt, zijn we de lul. Ja, hij doet dat ook heel slim natuurlijk van hem. Dan doen we eventjes de prinses hierachter. Dan heeft hij dit heel slim gespeeld. Hij kent dit deck natuurlijk. Ik moet even snel die prinses bewaren. Oh, nou ja, hij jumpte niet op mijn prinses. Dat dacht ik eventjes. Dit ziet er heel slecht uit. Dit ziet er heel duidelijk heel slecht uit. Ik had heel misschien het komen rocketen, die Minion Horde. Ik zat er echt een milliseconde zat ik erover na aan het denken. Zou ik het rocketen? Heb ik dus toch niet gedaan. En ik kan nu trouwens wel komen met mijn dit, maar sowieso heeft hij nu gewoon zijn arrows in de hand. Dus dan gaat hij waarschijnlijk dat nu gebruiken, die arrows. Kom met je arrows. Nee, oké, dat is heel fijn. Dat is heel fijn dat je geen, oh, dan doe je daar arrows op. En dan gaan we gewoon eventjes snel met de Goblin Gang een beetje druk zetten. Want hij heeft natuurlijk wel een duur deck. Dan logt hij dat, oké, en nu heeft hij niks meer. Dus als ik nu snel kan doorcyclen naar mijn barrel weer, dan kunnen we daar wat damage mee gaan doen. Dat gaan we nu ook gewoon proberen. Zo, zo. En zo. En nu heeft hij sowieso geen, nee, heeft hij geen log meer. Nu heeft hij geen log meer. Dus we kunnen nu mooi met die barrel wat damage gaan doen. Kijk eens aan. Oh, hij heeft ook nog eens tornado. Oh my god, man. Dit counterdeck is niet normaal. Hij heeft gewoon 3 spells. Hij heeft gewoon letterlijk 3 spells. Niet te geloven. Oké. Dit gaan we eventjes zo killen. Voor mij is het niet een hele goede speler. Maar het is gewoon heel lastig om te winnen van iemand met zoveel counters, zeg maar. Even de Ice Spirit hierbij. Zo.
Mooi, 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 mooi. Even één hitje nog. Eén hitje, één hitje, één hitje. Ja, we kunnen dit afmaken. Met een rocket gaan we nu ook gewoon gelijk doen. Zo, en nu moeten we gewoon maar eens oppassen en kijken hoe we dit gaan verdedigen. We staan nu dus 1-1. Dat is mooi. Ik ga deze Maynard laten gaan op onze toren. Zo, gooi even de goblin ding hier zo. Mooi, dan gooi even de knight in de back. En dan moeten we nu echt heel erg gaan oppassen voor deze counterpush. Hij doet niet eens iets verder tegen die barrel. Dus we moeten echt nu gaan oppassen. Oké, we doen even de prins in de back. Zo, ik dacht dat dit zo gaat rocketen als hij er ook nog iets bij gaat zetten. Ik gooi even de Inferno-toren hier neer. Zo. Ja, dit ga ik rocketen, dit ga ik rocketen. Zo, rocket, 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 rocket. Alles pakken, alles pakken, alles pakken. Boom. Nee, we missen de Mega Knight, dat is jammer. Maar op zich hebben we de EOS gepakt, dus vind ik het eigenlijk wel prima zo. Gooi even dit neer en dit neer. Zo, hoppatee, lekkere afleiding. Mooi, en ik denk dat we voor het gelijkspelletje moeten gaan, maar we gaan het gewoon vanzelf wel eventjes zien. Gaat hij dit loggen? Nee, hij logt dat. Dan gaat hij dit waarschijnlijk arrowen. Ja, dan zijn ze niet zijn arrows. Oké. We doen langzaam en zeker damage. We doen langzaam en zeker damage. Dan doen we even de prinses hier weer achterin. Dan gaat hij dit waarschijnlijk arrowen. Denk ik. We gaan dit loggen. We loggen even die Iwis. Zo. Mooi. Die loggen. We doen die één hitje. Niet heel erg verder. Doen we eventjes dit hier. Zo. En dan gaan we dit even vriezen. Kijken of we dit levend kunnen houden. Die Inferno Toren. Dat zou wel fijn zijn. Doen we even de prinses hier achterin. Mooi, en die Inferno Toren tankt een beetje. En dan kunnen we rustig met onze prinses die dingetjes killen. Dan gaan we wachten op een log of arrows hierop. Gaat hij dat doen? Gaat hij dat doen? Gaat hij dat doen? Dat is de vraag. Nee. Nou, dan gaan we gewoon eventjes druk zetten. Zo. Wel, hij logt het toch wel altijd heel laat doet hij dat. Kijk of mijn knight... Ja, de knight die tankt. Dat is fijn. Doen we weer één hitje of twee hits met die goblin. Top. Nu ben ik wel een beetje bang aan het worden. Ik doe even de Inferno Toren alvast hier. Doe ik even de... Prinses hier, als hij nu met de packer komt. Ja, kijk, dit is helemaal top. Dat, ik had liever als ik hem was, zou ik met Maynard komen. Waarschijnlijk heeft dat nog niet een cycle. Mooi, dan laten we hier eventjes mee afdoen. Even dit hier zo voor die Mega Knight. Top, en dan verdedigen we dit weer. En die prinses, en Errol niet meer prinses, dus dat is helemaal fijn. En dan gaan we nu gewoon weer de druk hoog zetten. Maar het is zo lastig als je drie spels hebt. Het is zo lastig als je drie spels hebt. Komt hij nu met zijn log, komt hij nu met prinses hoog. Prinses hoog, kom op. Let's go. Dan doen we eventjes dit ervoor, denk ik. Oh nee, laat maar goed dat ik die Goblin Gang er niet voor deed. Doen we even de Goblin Gang zo met de Knight. Top, nu komt hij sowieso met zijn... ik dacht dat hij met zijn Mega Knight zou komen. Waarschijnlijk heeft hij daar niet elixir voor. Gooien we nu even de prinses hoog. En dan gaat hij dit arrowen. Nice. En nu kunnen we rustig met de prinses wat chip damage doen. Dan gaat hij dat loggen. Oké, doen we weer een extra hitje. Ja, doen we even de Goblin Gang hoog. Waarschijnlijk gaat hij dit Mega Knighten. Ja, dat is zijn Mega Knight. Dan doen we even de Inferno Toren. Hoppatee. Gooi even dit hier zo. Dit. Nice. Dan gooi we even dit hier. En dan gooi we even nog een barrel. En dan gaan we dit loggen. Want we moeten even heel snel die Iwis killen. Nice. Die Iwis is dood. Iwis is dood. Dan moeten we nu even snel de prinses hoog zetten. En dan moeten we even twee hits nog halen. Twee hits. En dan kunnen we rocketen. Eén hit. Oké. Dan kan ik al rocket cycle doen. Maar daar ben ik iets te bang voor. Dus waarschijnlijk gaat hij dit nu loggen. En als hij dit logt, dan gooi ik mijn barrel. Nog maar. Goed zo. Gooi ik nu mijn barrel. Met een Ice Spirit. Wat een lastig potje is dit. Kom op. Kom op. Ja, dit is genoeg. En dan moeten we heel snel zo en zo. En dan hebben we dit potje alsnog gewonnen, of niet? Ja, 94-97. Let's go. Let's go, boys. Wat een counterdeck. Oh mijn god. Hij had dit zo makkelijk kunnen winnen. Hij had gewoon een beetje moeten opsparen. En gewoon met zijn meer op moeten komen. En dan een pack aan het midden of zo, weet ik veel. Ja, het was helemaal geen goede speler, maar het was zo'n counterdeck. Oké, 2-0. Let's go. En nu komen we tegen Soon XX, level 9. Gaan we kijken of we deze boy kunnen aanpakken. Even kijken hoor. Doe even de Ice Spirit hoog. Zo, lekker dan. Even kijken, doet hij dat? Nou, dan gooien we even de Knight op zijn Bandit. Kom maar met je Dash Bandit, vind ik niet zo erg. Kom maar. Ja, goed zo. Oei, dan komt hij met dit. Dan gaan we even de Goblin Gang hoog zetten. Gooi even de... We hebben helaas nu niet de barrel, dat is jammer. Wat gaat hij nu doen? Oké, doet hij dit, slim. Dan gaan we dit loggen, zodat die Iwis geen damage doet. Zo, fijn. Dan kunnen we nu met barrel komen. En dat gaan we niet doen. Want ik ben toch een beetje... Gaan we wel doen wat de arrow had. Oké, top. En dan gooi even de Inferno Toren hierop. En dan heeft hij sowieso niks meer. Wou ik zeggen om mijn om zijn P.E.K.K.A. te ondersteunen. Maar heeft hij dus wel. Moet ik hopen dat hij geen zap heeft. Hij heeft wel een zap. Oh mijn god. Snel Goblin Gang. Kom op tijd. Let's go. Dat was close. Maar die P.E.K.K.A. is net op tijd gestopt. En omdat hij dus net... Omdat hij net zijn Mega Minion dropt, had hij geen elixir meer voor zijn arrows. Dus konden we wat damage doen via de linkerkant. Kijk maar, want hij staat op 1696. En we doen ook nog wat damage via de andere kant. En dan staan we er nu dus best wel prima voor. Hij heeft dus arrows. Hij heeft dus Mega Minion, P.E.K.K.A. Dit gaan we rocketen, zo. Natuurlijk rocketen we gewoon rustig die pomp. Die is weg. Hij doet geen enkele elixir, pakt hij daaruit. Dus dat is fijn. Hoe gaan we Swinex pakken? Hoe gaan we die boy pakken? Even kijken hoor.
Even rustig. Pekkatje, dan gooien we nu via deze kant een barrel. Gewoon even druk hoog zetten. Druk hoog zetten natuurlijk altijd. Wat gaat hij tegen doen? 3-3, oké. Okay. Dat is dan weer 3 elixir minder die hij kan gebruiken bij zijn aanval tegen de, met de Pekka. Ik weet niet of nu mijn prins is een handige kaart. Dus doe ik even de knight en doe ik eventjes hier even de Inferno Toren. Oké, gooien we even straks een Goblin Gang hierop, zo. Op de Iwis natuurlijk, want die Iwis mag niet op de Inferno Toren staan. Mooi, maar hij heeft dus wel Zap en Log volgens mij. Zap en Arrows, dus dat is wel vervelend. We gaan even kijken of we hem een beetje kunnen trikken dat hij misschien mist. Maar we gooien hem natuurlijk recht op die toren, dus dat is niet echt heel moeilijk. Heeft hij wel Arrows? Nu twijfel ik. Voor mij was dat het vorige mannetje die Arrows had. Voor mij heeft deze boy helemaal geen Arrows. Ben ik nu in de war of heeft hij wel? Ik weet het eventjes niet meer. Ik weet het legit eventjes niet meer. We gaan even de Knight hier. Zo, heeft hij wel Mega Knight. Dat is één ding wat ik wel weet. Maar dubbele Inferno Toren, die killen dit natuurlijk wel heel makkelijk, die Mega Knight. Die Mega Knight gaat heel weinig doen. Gooi even de Goblin Gang hier. Door die Zap en die Iris is het nog best wel vervelend. Jij heeft dus wel Arrows. Hij heeft dus wel Arrows. En ik kan hier weinig tegen doen. We gaan nu wel even de druk hoog zetten met dit en dit. Gaat sowieso damage doen, dit. Het gaat sowieso damage doen. Omdat hij net zijn Arrows weg heeft gezet. En moet je kijken. Ja hoor, Rocket is GG. Dan moeten we dit alleen nog eventjes verdedigen. Heel eventjes nog verdedigen. Gooi even dit even hier neer. Zo, moeten we eventjes oppassen voor zijn Iwis. Gaan we dit eventjes Ice Spiriten. Mooi, vriezen we alles daarmee. Gooi eventjes dit even de Goblin Gang voor die Bandit. Dat was net te laat. Maar dit is wel GG. Want we rocketen nu zijn toren. En dan hebben we dit potje gewoon rustig gewonnen. Met heel weinig damage shells op onze torens te krijgen. Dus ik ben tevreden mee. Gaan we even nog één potje doen. Was ook niet zo'n hele goede tegenstander voor mijn gevoel. We gaan eventjes kijken wat zijn PR was. Maar volgens mij was dit ook helemaal niet zo'n hele goede speler. Alhoewel, nou, redelijk. Ook niet heel goed natuurlijk, maar veel beter in ieder geval dan die vorige. En de laatste is wat streepjes. En ik zeg dat heel vaak, ik vind het altijd wel een beetje eng om tegen streepjes te gaan. Want je weet nooit hoe goed ze zijn. Het is altijd lastig. Soms kan je wel zien in welke clan ze zitten natuurlijk. Als je in zo'n hoge clan zit, dan weet je, oké, dit is een goede tegenstander. Maar bij deze kan je natuurlijk niet zien, omdat je de clan niet kan lezen, zeg maar. Dus je weet niet of dit een hoge clan is. Hij helpt. Waarschijnlijk weet hij ook al dat ik Log Bait speel, want hij ziet Prinses en een Rocket. Nou, dat is altijd Log Bait. Ik ga hem even muten voordat ik me er afgeleid aan ga raken. Maar hij helpt, dus dat zou een goed teken kunnen zijn. Hij heeft wel de Iwis voor onze Inferno Toren en waarschijnlijk heeft hij dan ook een tank. Ik hoop alleen niet Golem. Ik bid op niet Golem, want ik haat Golem echt. Ice Spirit verdedigt hij dit mee, oké. Ben ik benieuwd wat voor spels hij heeft, daar gaan we nu achterkomen. Gooi eventjes een Knight op die Bandit. Hoppatee, zo. En dan gaan we even kijken hoor. Hij heeft Zap. Oké, hij heeft Zap. En waarschijnlijk was hij daarom aan het huilen. Want Zap is natuurlijk niet zo heel erg sterk. Dat is wel een sterke kaart. Oh, wat doe ik nou? Nee. Icebird, nee. Oh, waar mijn prinses... Waar ik mijn prinses neerzette, wou ik de Icebird. En waar ik mijn Icebird neerzette, wou ik de prinses. Nee. Ik had dit gewoon... Ik had minstens 300 damage minder op mijn toren kunnen krijgen als ik dat andersom deed. Heel erg dom dit weer. Heel erg dom. Gelukkig heeft hij wel Mega Knight en heeft net zijn Iwis gedropt. Dus we kunnen nu rustig met onze Inferno Toren dit verdedigen. Tenzij opeens nog iets bij die Mega Knight dropt. Dat denk ik nog het slimste is. Ik wou zeggen, Knight. Kom op, Knight. Oké, Knight voor die Bandit dan maar. Dat is op zich ook niet zo heel erg. We moeten wel eventjes die Bandit killen. En dan hebben we nog een scheutje van die Inferno Toren over. En die Inferno Toren helpt nog een beetje uit. Ik moet nu de Goblin Gang hier bovenop zetten. Anders doet het veel te veel damage. Zo, en hij heeft hem niet eens kunnen chargen. Dat is heel gunstig. Dat is heel gunstig. Dit moet ik loggen, want anders doet dit 400 damage ongeveer. Nu doet het geen hit, dus dat is fijn. Maar we zitten wel in minder elixir. En ik weet dat hij dat ook voelt, want hij zet die druk best wel hoog. Hij weet van mijzelf ook dat hij... dat ik minder elixir heb. Dus ik durf even nu niks neer te zetten. Ik ga eventjes niet de barrel doen. Puur omdat ik dan weer, dat hij dan weer een counter kan maken. Oh nee, hij heeft niet meer elixir. We hebben precies evenveel. Gewoon even toch de barrel nu. Puur om eventjes druk hoog te zetten. En ik denk dat ik gewoon een... Ik weet het... Oh mijn god, wat is dit nou voor gekkigheid. Weet je wat, we gaan gewoon een beetje via de andere kant. Gooi even de Inferno Toren hier neer. Zo, gooien we nog een prinses hier. Top. Dan gooien we... eventjes dit hier op. Zo, kom op. Zo, met een knight erbij. Nice. En dan hebben we dit lekker verdedigd. Mooi, dit zag er veel enger uit dan ik had verwacht. Dan gaan we eventjes wachten tot die bandit in de range is. Dan gaan we nog een keer choppen op dat ding. Zo, en dan kunnen we hem killen. Mooi. En dan gaat hij dat zappen, maar dat was geen goede zap. Dat was zeker geen goede zap. Dan gooien we de prinses eventjes hoog om de druk hoog te zetten. Nice. En dan doen we weer wat extra damage met die prinses. Gooien we de Goblin Gang eventjes in de back. Zo, voor dit. En omdat we gewoon te veel elixir hebben, dan gooien we even de knight hier zo. Dan gaan we kijken of we de Inferno Toren levend kunnen houden met een knight hier. En dan gooien we weer een barreltje, want we zetten de druk hoog, zoals altijd. En dat is natuurlijk altijd wel sterk om de druk hoog te zetten. Dan moet ik eventjes die Mega Knight afleiden. Zo, en dan kunnen we hier mooi dit doen. En dan gaan we dit voor de rest niks tegen doen. En dan gooien we nu de prinses, denk ik, hoog. Kijken of hij het verwacht. Ik wacht nog eventjes, want
Oké, okay, gooi toch de prinses hoog. Mooi, ja, heel top, heel top, heel top. Dit potje is binnen, dit potje is binnen. Let's go. Well played. Alhoewel, is dit genoeg? 103, dit is niet genoeg. Wat een drama, wat een drama, wat een drama, wat een drama, wat een drama. Nee, 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 hij weet het, hij weet het. Kom op, gaat hij dit goed verdedigen? Nee, hij verdedigt dit niet goed. Let's go. Potje dus binnen. Ik ben heel benieuwd hoe goed deze boy was. Maar hij deed op het begin zat heel smiletjes. Omdat hij natuurlijk al wist dat hij geen log had. We spelen nu best wel lekker, al zeg ik het zelf. Deze boy was wel redelijk goed. 146.000 kaarten gewonnen en bijna een 5k PR. Dat is zeker niet slecht, jongens. Ik hoop nog een leuke video en ik weet zeker dat jullie zin hebben in die nieuwe game. Jongens, ik zie jullie in de volgende video en tot... Dammit!